Deurne staat natuurlijk bekend om het Rijtven, ons mooie terrein achter de Rijtse Vennen. Maar daarnaast hebben we nog drie hele mooie woonlocaties in Deurne zelf. Eén dicht bij het Rijtven, dat is het Rietven in de wijk Rijtse Vennen. Daarnaast hebben we Smalle Haven in de Koolhof en de Keltenstraat in de Sint-Jozef. Het mooie aan deze woonlocaties is echt de betrokkenheid bij de wijk. Je ziet dat de cliënten allemaal bij de supermarkten komen, dicht in de buurt. Dus cliënten kunnen daar ook samen of alleen, of met een vrijwilliger of begeleiding, makkelijk hun boodschappen doen. Daarnaast zie je nog steeds heel veel betrokkenheid op andere vlakken. Zo hebben we bij Smalle Haven natuurlijk het eetpunt, waar mensen uit de wijk 's middags een warme maaltijd kunnen eten. Waar cliënten van dagbesteding daarvoor zorgen. Wij hebben een cliënt wonen op Smalle Haven die bij de school in de buurt als conciërge werkt. Danny is eigenlijk gewoon conciërge. En Danny doet eigenlijk alle dagelijkse werkzaamheden die voorkomen. Hij draagt zorg voor het vuil ophalen, het oud papier ophalen, lamineren, het gras maaien. Het zorgen dat het oud ijzer opgeladen wordt, dat regelt hij helemaal zelf. Ja, in zijn eigen omgeving, waar hij woont, waar dat hij boodschappen doet, hè, waar dat je wandelt, hè, waar dat je af en toe een keer een frietje gaat halen bij de frietzaak. En het is ook ideaal dat ik blijf wonen. Dat is zeker ideaal. Want dan hoef ik niet met de fiets te gaan of met de bus, gewoon te voet hier naartoe. Wat je daar dus ziet is gewoon echt erbij horen, onderdeel zijn van de wijk, gewoon meedoen, net als iedereen, echt ertoe doen. Wat heel kenmerkend is eigenlijk, vind ik wel voor alle woonlocaties, is ook de grote zelfredzaamheid van de cliënten. We hebben op al deze locaties ook mijn eigen plan. Mijn eigen plan is enerzijds een digitaal bord, waar ze bijvoorbeeld zien wie werkt er vandaag. Maar ook de taken van de bewoners staan die ze moeten doen. Daar kunnen ze ook de taken afvinken van hé, dit heb ik al gedaan en hoef ik niet te doen. Dat ziet begeleiding dan ook. Nou, naast het digitale bord kent het ook een individuele app voor cliënten die dat prettig vinden. Daar kunnen ze echt hun eigen agenda bij houden. En kunnen ze ook zien, hé, vandaag heb ik of de korte rok bent of ik moet naar de fysio. Nou, van alles kunnen ze daar in hun eigen agenda bijhouden. Wat heel kenmerkend is aan het Rietven is een hele jonge, nieuwe woonvoorziening in de nieuwste wijk van Deurne, de Rijtse Vennen. Daar hebben we appartementen en we hebben beneden twee groepswoningen. Ze hebben ook veel verbinding weer met het Rijtven, want het ligt daar tegenaan. Zij maken daar ook gebruik van de nachtzorg. Wat weer anders is bij Smalle Haven en de Keltenstraat, want daar hebben ze nog een slaapdienst. Dus iemand die daar 's avonds op locatie is. Mooi aan het Rietven is natuurlijk ook de nabijheid van de dagbesteding van het klokhuis. Dat ligt dan weer pal aan de wijk De Vennen. Bewoners kunnen 's ochtends zo hun gang maken naar de dagbesteding, wandelen daar naartoe. Het typisch Rietven echt wel is dat we echt per dag moeten kijken van wat een cliënt nodig heeft. Hè. Dus de ene dag dan kan iemand heel goed zelfstandig een boterham smeren. En de andere dag dan is het echt nodig dat we dat stukje overnemen. En dat is echt wel afhankelijk ook van hoe zit de cliënt erbij en welke vraag heeft hij op dat moment. En dat kan echt wel per minuut alweer anders zijn. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat we echt proberen om zoveel mogelijk langs de cliënt te staan. Zodat we ook samen juist ook bij de dagelijkse dingen zeg maar te ondersteunen. Probeer maar eens. Goed zo! Schriftjes gebruiken wij om echt het gesprek met de bewoner aan te gaan. Ze vinden het vaak lastig om aan te geven, oké, ik heb vandaag zo gedaan. En door mate met de schriftjes schrijven wij en bijvoorbeeld dagbesteding en familie op wat ze die dag of het weekend hebben gedaan. En zo kan je eigenlijk mooi een gesprek starten met de bewoner zonder dat we hun overvragen of dat ze het zelf niet weten. Iedereen het laten zien. Vanmiddag meegedaan.
Smalle Haven is een woonvoorziening met 24 appartementbewoners. De bewoners zijn daar relatief zelfstandig en wij begeleiden hun met de handen op de rug. Zij worden dus aangespuurd op sommige momenten precies waar zij behoefte aan hebben. En we kijken samen met bewoners waar hun wensen en doelen liggen en kijken dan samen hoe ze deze doelen kunnen realiseren. Want we willen echt dat de bewoners zelf die succeservaringen hebben. Ik vind zelf het mooie aan Smalle Haven, als je daar alleen al binnenkomt, dan is het meteen een heel warm welkom, een grote open ruimte met het biljart. Darten wordt er gedaan op vrijdagavond, een grote ontmoetingsruimte waar overdag ook de dagbesteding is en het eetpunt waar bewoners uit de wijk komen eten. Jawel, ze kennen elkaar hier allemaal. In het begin is het wel moeilijk om te houden omdat je ouder bent. Maar kan iedereen. En ik vind ze allemaal zo lief. Ik vind ze allemaal zo lief. Naast onze mooie ontmoetingsruimte hebben we ook een fijne tuin met een kas en een moestuintje. Dat wordt bijgehouden door begeleiders en een van onze cliënten die sowieso het hele terrein goed bijhoudt in alle seizoenen, van bladruimen tot aan grasmaaien. En ja, daar zijn we heel blij mee. Wat ik heel kenmerkend vind aan de Keltenstraat is dat zij heel centraal liggen in de Sint-Josef, dicht bij de basisschool en dicht bij de Plus. Verschillende cliënten, waar dat voorheen wat oudere cliënten waren, maar zien we dus sinds een paar jaar ook jongere cliënten komen. En het is heel mooi om te zien hoe dat ook goed samengaat. De wijze waarop hier met de mensen omgegaan wordt, is gewoon een hele prettige manier van samenleven. Ja, je merkt het ook niet alleen op de groep, maar ook in de zomer als ze hier op het middenterras met z'n allen koffie drinken. Het is gewoon een hele gezellige omgeving om te zitten. En ja, je bent echt gelukkig hier, denk ik. Ja. He? Ja. Nou jongen, hey, daar gaat hij weer. Proost. Proost. Mooi ook aan de Keltenstraat is echt de hele grote betrokkenheid van vrijwilligers daar. Als Hans mij nodig heeft, dan weet je mij te vinden, dan belt je mij op. En dan kom ik hem dus helpen. Hè. Als je problemen heeft met zijn computer, dat hij niet goed werkt of zo. En meestal komen we er wel uit dan. Ja, toch wel een beetje diversiteit. Ja. Hè? Dat elke cliënt uniek is, maar ook gewoon iedereen anders begeleid moet en mag worden. Maar dat iedereen mag zijn wie ze zijn. Ja, en dat je in de groep biedt je wel meer warme zorg. Dus daar ben je wel meer een soort van een gezin, zeg maar. Hè? Want je zit met elkaar om tafel, je leeft met elkaar. En boven ben je echt ambulant aan begeleiden. Dus dan ga je echt op bezoek bij de cliënt in hun huis. En dan bied je die zorg op maat. Dus er is wel een heel groot verschil in. En dat maakt het ook wel heel leuk om daarmee te werken. Ik denk dat Deurne een hele open dorpse sfeer heeft waar onze cliënten zich ook echt thuis voelen. Onze cliënten zie je ook overal in Deurne. We hebben de dagbesteding midden in het centrum met 8 euro. Deze heb ik gemaakt. Hey, dat is mooi. Heel mooi. En zijn onze kanjers van Gastvrij en zo verhuisd van het cultuurcentrum naar het huis voor de samenleving. Daar waar iedereen mag samenkomen en onze cliënten ook gewoon onderdeel van uitmaken. En dat is typisch Deurne.